dan wel over een andere ding, hè? Ja, we gaan naar de rommelmarkt. Ja. Daar hoort natuurlijk ook bij Koningsdag. En ik moet er gelijk even als disclaimer bij vertellen. Dat ik had dit item in mijn hoofd eerst zitten. Toen dacht ik van, oh, echt top idee. En toen had ik het uitgewerkt en dacht van, ja, nee, dat is best wel ruk. Oh. Maar, nou, je moet nooit je eigen idee afschrijven. Nou ja, gewoon verkopen. Ja, zeker. Het idee is op zich ook helemaal niet verkeerd, maar de uitwerking is wat minder. Want de opgaven zijn eigenlijk veel te makkelijk, vind ik zelf. Oh. Maar we gaan het spel gewoon spelen. Kan mij schelen, het is Koningsdag. Jullie mogen ook wel een punt verdienen. Dan kun je nog een keer winnen. Dankjewel. Maar wel een beetje waar, ja, zeker, ja. Oké, ja. Want wat is het idee van de rommelmarkt? Als je over een rommelmarkt loopt, je ziet echt van alles en nog wat liggen. Alles ligt door elkaar, niks op volgorde. Nou, een rommel inderdaad. Dat gaan wij dus nu ook doen met muziek. Ik heb telkens fragmentjes mee van een bepaalde artiest. Met twee nummers van die artiest door elkaar heen. Okay. Want alles ligt door elkaar heen op een rommelmarkt. Maar dan is dan jullie de vraag, welke twee liedjes hoor je door elkaar heen? Okay. Jullie mogen per fragmentje eerst gaan dobbelen. Vandaar dat je die dobbelsteen net naar je kop hebt gekregen. Ja. En wie de hoogste ogen gooit, die mag als eerste raden na afloop van het fragment welke nummers die hoorden. En per geraden nummer krijg je een punt. Oké. Ik ben heel benieuwd. Nou, gaan we lekker dobbelen. Ja. Jullie dobbelen als eerste voor Britney Spears trouwens. Oké. Nou. Zeg maar. Ik heb nummer 5. Ik heb 3. Oh ja. Ik heb 8. Oh, dan mogen we sluikreclame. Nee, grapje. Dus, wacht even, 5 en 3. Dus Dominique mag als eerste raden. Heb je dat goed? Nee, met de hoogste ogen, zei je. Ja, maar ik weet niet wie je 5 en wie 3 had. Ik heb 5. Ik heb 5. Oh, dan mag jij zo meteen als eerste raden. Mijn eerste Spears was ook niet heel vrolijk van. Nou, luister even mee. Welke twee nummers hoor je op deze rommelmarkt door elkaar heen liggen? Jeetje. Ik weet het. Het ligt godsend scheef. Wat wel opvalt is bij deze opdrachten is dat je één van de twee nummers altijd gelijk hoort. Ja, de andere ja. Heel moeilijk. Maar dat is ook jammer, want dan ga je daarnaar luisteren en dan vergeet je het andere gewoon. Dat is net als van die schilderijen. Exact. Ken je dat? Nee, maar die schilderijen, ja. Soms moet ik gewoon stoppen met luisteren, dat hoop ik. Oeps, I did it again, hoorde ik. En die andere, weet ik niet. Nou ben ik het vergeten. Eén puntje. Ja. Weet jij welke die andere was? Kun je hem nog één keer afspelen? Nee. Oké, dan niet. Nee? Ik had hem net wel in mijn hoofd. Love me, baby, one more time. Nou, het is sowieso hit me. Ik wil best van je houden, maar slaan is in dit geval aan de orde. Ja. En je beurt was al voorbij. Dus je hebt gewoon één punt. Jij denkt nog niks, maar we gaan snel door naar de volgende fragmentenronde. En jullie mogen dobbelen voor André Hazes. Oh, yeah. Senior. Shit. Ik heb 1. Ik heb weer 5. Nou, dan mag jij weer als eerste een gok doen. Ja. André Hazes ligt door elkaar op de rommelmarkt. Welke platen zijn dit? Ik weet het. Ja, is niet zo moeilijk, hè? Zij geloofde mij en het laatste rondje. Nou, dit is helemaal goed. De titel is ook goed en zo. Ja. Wow. Netjes hoor. Dankjewel. Mogen jullie nu dobbelen voor Davina Michelle? 2. 1. Okay. Oeh. Ja. Nou, speciaal voor jou, Dominique. Davina Michelle ligt helemaal door elkaar op de rommelmarkt. Maar welke platen zijn het? Het duurt te lang. Ja, dat vond ik en ook. Ik ken de titel van dat tweede liedje niet. Maar jij kent hem wel. Ja. Ja, dat is jammer. Ja, daar heb je dus helemaal niks aan. Nee. Is dat niet dat nummer van de Formule 1 van Davina Michelle? Nee, dat sowieso niet. Nee. Dat nummer hebben we toch wel eens gedraaid? Ik weet niet. Dat is Beat Me. Skyward. Nee, Skyward. Ik weet, die is ook van haar. Ja, ik weet het niet. Nee, het was My Own World. Oh, dat is een nieuw liedje van haar. Nou, niet nieuw. Toch? Ja, ik hou haar repertoire niet zo in de gaten. Misschien maar goed ook. Nou, misschien krijg je wel de nummers van Lady Gaga. Ja, misschien wel. Mag je voor dobbelen dan? 6. 1. Nou, ik ben benieuwd of jij het weet, Dominique. Okay. Lady Gaga ligt helemaal door elkaar, maar welke nummers? Ik heb een blackout. Ja, dat heb jij nou nooit. Nee, wacht even. Ja, die ene was van die film. Shit. Ja.
En die misschien. Ander, die ken ik ook. Maar nou zit je Miguel een beetje tips te geven, hè? Nou, ik weet het. Ik heb het opgeschreven hier. Nee, ja. Ik zie, ik heb geen pen. Dit is oneerlijk. Probeer me even leeg. Ja, nee, dat zal het hem zijn. Anders had je gescoord, joh. Het is Bad Romance and Shallow. Ja. Bad Romance, ja. Netjes, hoor. Ja. Nou, laten we nog eentje doen. Lil Kleine, ze is door elkaar heen gemieterd. Eén. vier. Ja, oprecht twee. Maar nou, ik wil een pen. Maar. Ik wil een pen. Hier heb je een pen. Hier. Hoppatee. Ja. Nou, dat moet ik waarmaken. Oké. Okay. Deel klein en ligt om elkaar. Zeg het maar, Dominique. Nou, drank en drugs. En ander is, ja, gokje, vakantie. Ja. Ja. Ligt toch aan die pen, hè? Ja, dat zie je. Daar heb ik dopamine in gestopt. Ah, ik voel me al zo actief. Oké. Okay. Nou, dan heb ik nog eentje om het af te leren. Ja, ja, okay, sorry. Nee, ja, doe het gewoon, ja hoor. En ook een artiest van Nederlandse bodem. En ze gaat graag naar de rommelmarkt. En dan gaat ze meestal op foefsafari, zeg maar. Geen Poppy. Nee, het is Merel. Ah, nee, Poppy komt niet in Nederland, helaas. Oh. Was maar zo'n feest. Merel ligt om elkaar. Welke nummers van haar hoor je? Wacht heel eventjes. Ja, je hebt er al eentje gehoord. Hé? Je mocht eerst dobbelen. Sorry. Ja. Oh. Twee. Ik heb ook twee. Ik heb ook twee. Ja? Nou, nog een keer. Twee. Eén. Dan mag Miguel als eerst raden. Wat hoor je hier? Jezus, wat een rommeltje zeg. Lekker met de meiden en knaldrang. Ja, natuurlijk. Ja! En dat was echt niet moeilijk dit natuurlijk. Nee. De uitslag is... uitslag. 7 voor Miguel. Met 3 tegen Dominique. Ja, Dominique. Het is je gegund. Dankjewel. Je kunt het straks nog volop inhalen. Ja, dat zeggen. Er komt er genoeg leuks te gaan, hè. Zometeen de koning spelen. Daar kun je hem iets mee winnen ook, hè. Weet je dat? En nog een gamechanger straks. Oh, normaal. Guus Meeuwis nu verliefd zijn. 7 jaar geleden, midden in Parijs. Dat lukt niet. Sorry. Nee? We hebben meer duimpjes nodig. Help je even mee? Klikken. Duimpje omhoog. En delen met iedereen die je kent. Iedereen.